Vandaag toch ook een bijzonder topic, namelijk een NMBS-ticket. Je zou denken, het kost natuurlijk overal en altijd even vaak, evenveel bedoel ik, maar dat is zeker niet zo. En daarover komt Ortwin ons een beetje meer vertellen. Ortwin, welkom. Dankjewel. Ortwin, ik ga het aan jou laten om het ons te vertellen, hè. Ja, inderdaad. Wij hebben een actie ondernomen, een gerechtelijke actie, tegen de NMBS. En dat is om volgende reden. De NMBS biedt bepaalde formules aan die duurder zijn als je ze aankoopt aan het loket of aan de automaat, dan wanneer je ze aankoopt via de app. Dus dat is bijvoorbeeld het geval voor de standaard multi, de typische 10-rittenkaart, of de youth multi, dat is het 10-rittenkaart voor jongeren. Mm-hmm. En die zijn goedkoper, 3-2 euro goedkoper als je ze aankoopt via de app. Dus ze zijn duurder als je ze aankoopt aan het loket of als je ze aankoopt gewoon aan de automaat. Ja. En dat is voor ons een vorm van discriminatie. Hetzelfde geldt voor het flexabonnement. Het flexabonnement is een heel interessante formule waarmee je 2 à 3 keer per week eenzelfde traject kunt afleggen. Mm-hmm. Dat is alleen maar beschikbaar via app. Dus als je geen smartphone hebt, dan kan je die interessante formule niet genieten. Dat is problematisch toch voor ons. Zeker omdat er een enorme digitale kloof is in de samenleving. Ja. Er zijn rapporten geweest in 2023 die zeggen dat 6% van de bevolking nog altijd geen toegang heeft tot betrouwbaar internet. Dus 6% van de Belgische bevolking, dat is al honderdduizenden mensen eigenlijk. Mm-hmm. Er zijn 45% mensen zijn digitaal kwetsbaar. Dus die zijn op bepaalde manieren... Dan denken we aan de oudere mensen. Oudere mensen. Wel, zeker oudere mensen, maar ook mensen met een beperking. Mensen in een moeilijke sociale context die een laag inkomen hebben, die niet zomaar een abonnement, een gsm-abonnement of een 4G-abonnement kunnen veroorloven. Ja, dat zijn allemaal kwetsbare mensen. Inderdaad, ook oudere mensen. En wij vinden het eigenlijk onaanvaardbaar dat zij gestraft worden en meer moeten betalen voor een bepaalde formule bij de NMBS. En zeker NMBS is een staatsbedrijf. Ja, dat zou absoluut. Toch het goede voorbeeld moeten geven. Ja, het is natuurlijk niet alleen hier in het NMBS-verhaal een probleem, hè. Ik denk ook aan bankfilialen die sluiten. Je moet vandaag maar eens 85 jaar zijn. Ja, en proberen absoluut. Om te volgen. Ja, inderdaad. Het is een wijdverbreid probleem, de digitale kloof. En heel veel mensen die zijn niet mee met de digitale trein. Nu, voor alle duidelijkheid, testaankoop is absoluut geen tegenstander van digitalisering. Nee, kijk, we zijn... Absoluut, ja. En het biedt heel wat voordeel, ook voor heel veel consumenten. Maar we mogen toch niemand verliezen. We mogen niemand verliezen. En in zeker niet die in zoiets die basic als een treinticket. Ja, inderdaad. En zeker ook, ook mensen die bijzonder kwetsbaar zijn. Dus wij hebben de NMBS al aangeschreven. Dat was halverwege juli. Met een ingebrekenstelling, met de vraag om stop te zetten. Hè, die praktijken stop te zetten en niet langer die discriminatie toe te passen. Hè, want het is volgens ons een vorm van discriminatie op basis van beschermende kenmerken. Hè, discriminatie. Ja, wel, discriminatie op basis van... Hè, er zijn een aantal beschermende kenmerken juridisch gezien. Hè, zoals bijvoorbeeld leeftijd... inkomen, handicap. Dat zijn allemaal zaken waar mensen moeten beschermd worden en niet mogen discrimineerd worden op basis absoluut, van die kenmerken. Ja. Ja. En dus, wij zijn samen in zee gegaan met Unia, de organisatie die ook strijdt voor meer gelijkheid en tegen discriminatie. En we hebben dus in gebrekenstelling gestuurd halverwege juli. Daar is een antwoord op gekomen. En ze hebben niet gezegd dat ze die praktijken gaan stopzetten. Ze hebben eerder proberen alles te weerleggen. Volgens ons niet met overtuigende argumenten. En daarom gaan we dus juridische stappen ondernemen. En gaan we naar de rechtbank. Samen deze met week, Unia. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Het is heel actueel. We gaan de dagvaarding eerstdaags uitsturen. Ja, oké. Okay. Weet je waar het probleem zich nog voordoet? Ik vermeldde daarnet die banken. Ja, inderdaad. Bij banken zien we hetzelfde probleem. Cash verdwijnt steeds meer. Ja. En opnieuw, digitalisering is voor ons
heel vaak een voordeel, biedt meer comfort aan heel veel consumenten, aan de meerderheid zelfs. Maar die kwetsbare groep mogen we niet verliezen. En we zien inderdaad heel veel bankfilialen, veel kantoren die sluiten. De openingsuren zijn meestal ook steeds meer ingeperkt. Hetzelfde zien we trouwens ook bij de NMBS. Sinds april 2024 zijn ook de openingsuren van de kantoren van de NMBS ingekort. Dus daar opnieuw zijn mensen die digitaal niet onderlegd zijn, zijn daar de dupe van. Mm-hmm. Maar we zien het inderdaad in de bankwereld. Maar bijvoorbeeld ook bepaalde grootwarenhuizenketens, bijvoorbeeld Lidl, die bieden een klantenkaart aan, alleen nog digitaal. Dus eigenlijk kan je niet genieten van al die voordelen als je geen smartphone hebt en geen 4G-verbinding ten allen tijde. Dat is toch ook wel problematisch voor ons. Ik vind los van die... Ik vind los daarvan ook een groot probleem dat je minder en minder informatie kan krijgen. Ik neem ook de trein om naar hier te komen. Ik ben zeker mee met de digitalisering, maar dan zie ik op mijn app... Ja, dit traject is mogelijk niet voor jou. En dan heb ik zin om... aan een loket, aan iemand te vragen, ben ik wel juist? Of is dit wel... Dus ook dat gaat eruit, hè? Het menselijk contact. Ook dat gaat eruit en opnieuw, ja. Jij hebt al soms er nood aan. Ja, en ik ben maar 40. Alleen maar, wat is maar, het dan met mensen die inderdaad heel wat ouder zijn? Ja, absoluut. Bovendien, van de mensen boven de 74 heeft 35% geen smartphone. Dus dat zijn... Dat zijn nu altijd een hele grote groep mensen die gewoon een heel deel voordelen missen en in de samenleving steeds meer En zoals je zegt, het gaat over iets heel basic als een treinticket. Ja. Het gaat niet over een ticket voor Tomorrowland. Ja, zo is dat. Je doelpubliek is iedereen. Ja, en zeker van een openbaar bedrijf dat dan nog zelf heel sterk inzet en toch beweert in te zetten op het dichten van de digitale kloof en op het meenemen van alle mensen in het digitale verhaal. Dus next step is dagvaarding. Dagvaarding, inderdaad. En we gaan dus naar de rechtbank samen met Ik vind dat fantastisch hoe dat jullie echt elke dag opnieuw jullie echt inzetten voor ieders welzijn. Ja, we mogen niemand achterlaten als consument. Maar ik meen het inderdaad. Echt. Elke keer ontdek ik hier nieuwe verhalen waar jullie... fantastisch. Ook jullie woordvoerster Laura vind ik top. Ja, absoluut. Nee, Ortwin, we zien elkaar ondertussen al een paar weken wekelijks, dus ik hoop dat er weer een bepaald thema volgende week is, hè, dat ik jou opnieuw mag uitnodigen. Insgelijks. Bedankt voor de informatie. Tot later. Dag.